Parijs. Het komt nu echt dichterbij. Iedere stap zet ik dankzij de mensen om me heen. Mijn moeder die me 3 keer per week over de afsluitdijk bracht. Of Ronald, mijn prothesemaker, die me opnieuw heeft leren lopen. En mijn zus? Ze leerde me grote dromen en ervoor te gaan.